Mark Janssens, kom erbij. Dames en heren, hier is goedemiddag inderdaad. Mark Janssens, voilà, jij bent nog steeds de hoofdvogel van de expositie. Wat vind jij ervan? De hoofdvogel is veel gezegd. Ik heb een paar mensen bij elkaar gebracht en daar een tentoonstelling aan gemaakt van mensen waar ik het werk goed van vind en waar ik direct al enkele jaren volg. Maar ik wil niet een hoofdvogel zijn, zeker niet. Ik heb het gewoon een beetje gestuurd, maar de rest, mijn beelden zijn niet belangrijker dan de andere exposanten, zou ik maar zeggen. Zeker niet. Het is een symbiose. Ja, voilà, dat komt. Dus, er zijn hier al nogal wat werken van u terechtgekomen bij mensen thuis. Dan hebben we geen nieuwe werken gemaakt. We zijn hier nu bij. Hoe moet ik het zeggen, meisje? Ja, klopt. Of wat hebben we hier? Het konijnen meisje, het Lipstick Bunny noemt dit werk. Het zijn inderdaad allemaal nieuwe werken gemaakt voor deze expo. Wat ook nieuw is aan mijn beelden, daar is textiel bij verwerkt. En dat was eerder niet het geval. Dus bijna alle beelden is textiel en stiksels en van alles verwerkt. En dat zou ik kunnen zeggen, dat is een nieuw materie op de beelden. Ja. Oké, okay, ça va. Zeer goed, voilà. Hoe kon je deze Lipstick Bunny? Lipstick Bunny noemt, ja. Lipstick Bunny te zien. Uiteraard veel beter te zien als je hier effectief langs komt. Dan zou ik zeggen, Mark, neem ons mee naar een volgende. Ja. U ziet dames en heren, overal zijn er combinaties gemaakt. Hier zie je ook weer de textiel dat ik gebruikt heb. En ik werk nog altijd steeds met de lijn bewandelen van wat humor en een beetje waanzin. Dus hier zie je niet direct dat de handgranaat bij dat figuur hoort, maar als je dichterbij komt, dan merk je dat pas gewoon. Ja, als je dichtbij gaat, dan zie je inderdaad de handgranaat en de teddybeer? Ja, en de teddybeer dat ontkracht een beetje de zwaarte van het werk eigenlijk. Wel, ik heb u al een beetje mogen ontmoeten. Ontkrachting is zeer belangrijk. Ja, het moet niet allemaal zwaar gelaaid zijn, denk ik. Dus het mag altijd. Ik probeer dat altijd wel een beetje te ontlasten, ja, zal ik wel zeggen, ontkrachten. Ik neem u dan gewoon naar deze muur. Wat dit is dan, moet ik het zeggen? Once a Horseman, Always a Horseman, dat is rond het paardfiguren werk gemaakt. Ja. De beelden zijn nog altijd in keramiek, maar hier zijn we ook geen toevoeging, want dit is dus ook textiel, kijk. Dus dat is wel mijn nieuwe toets eraan, zal ik maar zeggen. En weer de combinatie met dat werk achter, met die vlieg van Velen, vind ik ook, vonden wij, heel goed kloppen. Ja. Ja. Velen Stevens gaan we straks inderdaad ook nog apart even eruit lichten. Ik stel voor, Mark, dat je ons meeneemt naar naar je hoofdwerk. Ja. Er is nog een video te zien, zijn die van Stefanie Verduin. Niet op Facebook, maar via Zoom en niet Verduin Gallery. Dan gaan we met jou hier verder filmen. Met jouw camera. Dus Stefanie, jij mag even filmen. Dan even deze nemen. Voilà.
neem maar even over. Heb je hem vastgepakt? Ik heb hem vast. Super, voilà. We tonen het hier even. Dit werk van Mark Janssens. Ik zou zeggen, Mark, kom er een klein beetje dichterbij staan. Dus deze, rond deze werk is het eigenlijk gestart. Ik had mijn versie van de Geta gemaakt. En, de titel is Drunken Sailor. En ik had online het werk van Lucas gezien, dit werk. Een beetje Caravaggio-achtig. En ik vond dat wel zeer goed passen bij het beeldhouwwerk van mij. En dan heb ik Lucas gevraagd voor mee te doen aan de expo. Dan heb ik ook Anita ontdekt. En dat is ook een combinatie van. We gaan nog op de 4G, maar het was in C niet helemaal nodig hoor, Stefanie. Voilà, we gaan naar de Zoom. Voilà, hier zien we jou, Mark, vertel maar. Ja, dus die werken. Deze vier werken zitten in dezelfde lijn. Daarmee heb ik die ook samengebracht. Het werk van Lucas. Vond ik heel goed passen bij mijn werk. En Anita heb ik dan ook uitgenodigd en gevraagd om mee te doen. Die zal zelfs haar werk wel zelf toelichten eigenlijk. Maar deze is eigenlijk de hoofdkamer waar dat eigenlijk allemaal bij begonnen is eigenlijk. En dan hebben we de tentoonstelling vanuit hier verder opgebouwd, kan ik zo zeggen. Mark, ik denk dat we al veel van u weten. De mensen zijn de vorige keer ook specifiek afgekomen om dat van dichtbij te zien. Ja. Merci daarvoor. Ja, veel succes ook nog in de wereld. Ja. En voilà, tot de volgende. Ja, dank u wel. Dag. Merci. Dag. Je mag er Anita bij roepen. Ja.